Van 2, de KRO. Spektakel. Vierde jaargang, nummer 51. Midden op de dag. Een luisterspel geschreven door Jean-Pierre Plooy. Dit spel is geschreven in opdracht van de KRO in het kader van de Hoorspelweek 81. 6 grote omroeporganisaties, NCRV, AVRO, KRO, VARA, NOS en TROS, hebben het initiatief genomen tot deze Hoorspelweek, waarin hoorspelen worden uitgezonden van Nederlandse auteurs. In dit kader dus vanavond de KRO-bijdrage. Midden op de dag, van Jean-Pierre Plooy. Dit hoorspel komt tot stand dankzij de medewerking van directie en medewerkers van Artis. Midden op de dag, een ontmoeting tussen een vader en een zoon. Biologisch gezien behoort de mens tot het dierenrijk. Daarom zijn er dierentuinen. Honden kunnen niet in de tuin worden toegelaten. Niet in de tuin. In het reptielenhuis en het gorillahuis en de fazanterie is niet verbandjes aanwezig. Afgifte van gevonden voorwerpen aan de hoofdingang. Aan de hoofdingang zijn kinderwandelwagens te sturen. Of zijn er enkele invalide wagens? De sleutel voor de invalide lift in het aquarium is hier verkrijgbaar. Het statiegeld voor de sleutel is 2,50 gulden. Ja, nogmaals meneer, biologisch gezien behoort de mens tot het dierenrijk. En men wordt verzocht de dieren niet te voeren. Sommige mensen zijn verknocht aan dieren, ze praten tegen ze en ze denken door ze herkend te worden en geven ze wat extra's te eten. Deze mensen worden meestal gezien als oude, vereenzame gekken. En sommige gekken proberen de dieren op te voeden. Voor de kooi van de mandril stond een wat oudere vrouw. Ze keek gefascineerd naar de blauw, groen, geel, bruin, rode kop van de mandril en naar zijn blauw-rode kont. En de mandril greep zijn vrouwtje bij de arm en zet haar voor de neus van de wat oudere vrouw neer. En daarop begon hij met haar te paren. Het vrouwtje dat keek schichtig en angstig naar de oudere vrouw die tegen de mandril zei... Niet doen Wim, niet doen, hou op, heel laat Wim. Hou op. De mandril keek schuin omhoog en zei gekwelde vrouwtje stak een arm door de tralies. Ze bedelde om een noot. Foei Wim, zei de oudere vrouw en bleef kijken hoe de mandril zijn orgasme bereikte. Daarna grijnsde hij naar de vrouw en waggelde weg, terwijl hij haar tegen zijn blauw-rode kont liet zien. De vrouw gaf het mandrilvrouwtje een pinda, die dadelijk door het mannetje werd afgepakt. Wim was onhandelbaar brutaal die dag. Ja, kom maar.
Kom maar, kijk eens. Goedemorgen, kalle buurburen. Daar staat mijn vader. Hij voert de vogeltjes. Ja, kom maar. Kom dan toch, jongen, kom dan. Sommige mensen strooien handenvol brood en kaas op straat. Gaan ze achter een raam zitten en kijken hoe die arme duiven worden overreden. Kom nou toch. Mijn vader niet. Echte dierenvriend. Hij voert vogels die achter tralies zitten. Jij ook eentje? Oh ja, die geef jij een vrouwtje. Ja, dat kan natuurlijk ook. Mijn vader is een lul. Maar ja, daar kan hij ook niets aan doen. Zijn tirannie-karakter is eigenlijk niet meer dan het product van sociaal erfelijke omstandigheden. Zoals hij me hier laat opdraven. Straks komt mijn zoon. Ik heb hem geschreven hier naartoe te komen. Dan kan ik hem uitleggen dat ik er ook niks aan kan doen. Dieren achter tralies vindt hij het prettigst. Beetje kleine hokken, niet te veel beesten in één hok. Dan blijft het overzichtelijk en dan geniet hij het meest. Bovendien zijn beesten in een hok zielig. En mijn vader huilt graag. Op de meest ongelukkige ogenblikken en wanneer het hem uitkomt. Beschamend. Bijzondere jongen. Ja. Ja, Grietje Wie. Een heel bijzondere jongen. Met talloze mogelijkheden. Veel meer dan jij en ik hadden op die leeftijd. Soms is hij wat in de war. Hij kan bijvoorbeeld niet kiezen. Het kan zijn dat dat mijn fout is. Dat ik me te veel aan hem heb opgedrongen. 2 jaar geleden trok hij zijn handen van me af, zoals hij zei. Sindsdien gaat het een stuk beter met me. Hij is nu al 4 jaar. Zo goed. 3 jaar. Verplunst met kletspraatjes. Voor tijd zijn opvoeding af te ronden. En met een flinke duw naar de vrijheid te geven. En daarom heb ik hem laten komen. Voor het eerst heb ik kunnen nadenken zonder gestoord te worden door verbeteringen. Zonder de angst elk moment verbeterd te worden. Iets te moeten doen waar ik geen notie van had. Ik denk dat hij er nu zo langzamerhand wel is. Hij zal wel achter mijn rug staan. Ja. Ja, hij staat expres met zijn rug naar de ingang. Hij wil dat ik hem eerder zie dan hij mij. Zodat ik naar hem toe moet. Ik ga liever weg. Bel ik later wel op dat ik ziek was. Ik krijg nou al een oud verlammend gevoel in mijn benen. Hij verschuilde zich graag. En nog steeds blijkbaar. Ik denk dat ik te beangstigend voor hem ben geweest. Ik moet hem wat ruimte geven. Hem zijn opvoeding zelf laten voltooien. Maar hij moet zich niet laf voor me verstoppen. Ik kan niet meer weg. Dat zou te laf zijn. Hij weet dat ik achter hem sta. Ik kom altijd braaf op tijd. Maar ik vertik het hem als eerste iets te doen. Hij moet zich eerst omdraaien. Ik heb rozijntjes genoeg. Voorlopig. Dag, nootmuskaatduifje. Ik zie zijn gezicht. Hij spiegelt in de ruit. Ja hoor, daar staat hij. Achter me. Bij de goudvrouw bladvogel, de blaswachter bulbul, de Aziatische scharrel en de smaragd grapvogel. Wat een gekwetste trots dat hij niet naar me toe komt. Hij herkent mijn rug toch wel. Ik moet hem de kans geven zijn angsten te overwinnen. Het is toch een beetje al te zot dat ik hier moet blijven staan. Hij heeft me al lang gezien en weigert schoon te draaien. Zie je wel, me weer onderwerpen. Daarom heeft hij me ook hier laten komen. Het liefst zou ik hem het hok in trappen. Nou jongen, komt er nog wat van? Ik kan niet eeuwig bij die, dubbelhoornige neushoornvogel staan. Lust jij geen rozijntjes meer? Typisch zijn manier om mij voor aap te zetten. Via een ruit naar me loeren en me verder negeren. Wachten tot ik naar hem toe kom. En dan ben ik degene die voor lul staat. Doe maar, jongen. Doe maar. Kom maar. Ik zal je niet meer bijten. Wil je ook een rozijntje? Kan niet meer weg. Kan niet meer naar hem toe. Die spontane daad is verlopen. Ik sta vastgenageld. Is om te huilen. Weet je wat? Ik zal een beetje met mijn rug bewegen. Ik kan niet zien dat ik nog leef. Oh God. Hij gaat zich oprichten. Hij zal maar voor zijn. Vader! Kereltje van me. Daar zijn we dan. Ja, kereltje van me. Waar gaan we heen? Zeg jij het maar. Ik weet het niet. Want dan bedenk je wat. Ik heb geen verstand van dieren. Ik ook niet. Nou, laat hier in ieder geval weggaan. Wat een chaos, al die verschillende vogels. Heb je de tijgervink al gezien? Nee, ik wil hem ook niet zien. Ik ben gek van al die vogels. Nou goed, dan gaan we.
Nou, zeg het maar. Geen idee. Zullen we dan... Ja, jij mag het zeggen. Jij komt hier vaker dan ik. Jawel, goed. Jij hebt veel meer ervaring met dieren. Jij bent veel beter op de hoogte. Wat voor mensen hier komen en zo. Jawel. Je ziet hier opvallend veel oude, vereenzaamde mensen. Die mensen bij wie niemand meer van zo'n rol op bezoek komt. Een beetje zo zonderling. Een beetje op die beesten gaan lijken, zie je wel? Nee, ik vertrouw heel op jouw ervaring. Misschien heb je een voorkeur. Ik weet niks. Ik ken geen beesten hier. Ik heb wat beters te doen. Stomme dieren. Waar lopen we eigenlijk heen? Naar de nachtdieren. Nachtdieren? Je houdt me voor de gek. Wat moeten wij nou bij nachtdieren? Midden op de dag? Ik zie niks. Stil, jongen. Stil, zie je nachtdieren. Stil, hè. Je moet heel rustig zijn. Dat komt nog. Dat komt. Geduld, jongen. Geduld. Nou, dat trouwt niks. Hier. Waar ben je? Hier. Oh, nee. Wat is er? Nee. Oh, wat vind ik dit erg. Wat is dit zielig. Immens treurig. Wat? Dat jij daarnaar kan kijken. Wat een sadist moet jij zijn. Zul je je vader nog eens kennen, jongen? En kijk dan toch zelf. Hier, een glazen bak. Een soort aquarium. En dan nog zonder water. Een lamp die nauwelijks licht geeft. En dan wat zand, een paar steentjes die de woestijn moeten voorstellen. En dan moet dat beestje dan maar overheen en weer rennen. Oh, 1 meter 5 bij 35 centimeter zijn leven lang. Dat is isolatiefolter. Nee hoor, hij is toch niet alleen? Het is te erger, nog minder ruimte. Dat schaarse licht is expres. Het zijn nachtdieren. Die hebben het liefst zo weinig mogelijk licht. Oh ja? En als het eens in de 4 weken volle maan behoort te zijn, rijzen die lampen dan wat hoog? Jij hebt mijn intelligentie meegekregen, jongen. Misbruik hem dan ook niet. Dus je weet het niet. 'S Avonds gaan de daglampen aan en dan kunnen de nachtdieren gaan slapen. Dus om de mensen naar ze te laten kijken, moeten de nachtdieren 's nachts slapen onder felle daglampen die de bak flink verwarmen. Maar er zal wel airconditioning voor zijn en dan kunnen die beesten natuurlijk weer niet slapen vanwege het lawaai. Of zijn nachtdieren per definitie doof? En dan worden ze overdag voor de gek gehouden met nachtlicht. Nou ja, dat wordt ze niet verteld. En die dan? Ja, die daar? Die ligt te slapen? Hé! Hey. Dat is het aardige. Hé! Hey. Niet doen, hey, jongen, niet doen, niet doen, niet doen. Hey, opstaan! Zo overdag nacht. Hup, heen en weer rennen. We hebben betaald. Je moet je ogen gebruiken, niet je handen. Kijk eens even. Kijk nog eens even. Hij doet 1 oog open en weer dicht. Zie je dat? Kom. Een knipoog naar je. Nou, kom. Laat hem nou verder slapen, jongen. Laat hem nou verder slapen, hè. Wat een lui aardvarken. Misschien is het helemaal geen nachtdier. Misschien heb je hem in het verkeerde hok gestopt. Slaap jij nooit overdag? Nou, niet als er mensen omheen staan te gluren. En zeker niet in zo'n klein hok. Oh, nee. Jij wilt een groter hok. Nee, ik wil ze vrij laten. De natuur in, waar ze ongestoord kunnen slapen. Ja, en opgegeten worden. Denk nou eerst na voordat je iets zegt, jongen. Straks ga je nog vertellen dat hij ligt te slapen omdat hij zo'n heimwee heeft. Echt? Blijf weer jammer over die zielige beest, heeft toch geen zin? Kijk liever hoe ze leven. Behoort de mens tot het dierenrijk. Daarom zijn er dierentuinen, zodat we ook wat meer te weten kunnen komen. In januari 1981 stond hier, voor de kooi van de witkeelmakako, een soort aap, een man. Voor de goede orde en omdat het er niets mee te maken heeft, moet worden gezegd dat de man een tas bij zich had waarop een enorme sticker van D66 prijkte. Dan had hij maar een andere tas moeten nemen, observaties behoren volledig te zijn. In de tas had de man een bandrecorder verstopt. Verder had hij een stoel wandelstok bij zich, waar hij af en toe min of meer op zat. Hij stond precies tussen 2 kooien in,
zodat hij de boel aardig in de gaten kon houden. In zijn rechterhand klemde hij een polshorloge en een microfoon. In de kooi links zaten 3 apen. In de kooi rechts ook 3 apen. In elke kooi stond een boom zonder bladeren, zodat de apen konden springen, slingeren, rennen, zitten, zwaaien, vlooien. De man observeerde zwijgend. Toen 2 apen in de linkerkooi zich even in de linker benedenhoek voorbevonden, sprak hij plotseling een duizelingwekkend aantal getallen in de microfoon. De aap die zich aan het vlooien was boven in de boom liet hem koud. De 2 apen verdwenen door een luik naar buiten. De man gooide hen nog wat getallen achterna en richtte toen zijn aandacht op de rechterkooi. Na enige tijd weer een stortvloed van getallen, nu doorspekt met letters, alsof hij een snelschaakwedstrijd versloeg. Inmiddels waren die 2 razend interessante aapjes van de linkerkooi al lang weer terug. Weer links, beneden, voor. Maar de man had ze niet gezien. Later pas. En meteen weer een heleboel getallen. De aapjes knikten tevreden en verdwenen weer. Of ze waren bang voor getallen. Achter zich had de man een bord neergelegd. Gedragsstudie, niet storen, SVP! Alleen maar om vriendelijke oude dametjes ervan te weerhouden wat pinda's uit te delen. De man bestudeerde het gedrag van de witkeelmakako's. Hij moest ongestoord kunnen observeren en toen zijn eigen gedrag bestudeerd werd, keek hij korzelig om zich heen. Van een afstand zag hij er vreemd uit. Krullend haar, een weelderige baardgroei, een licht gebogen rug, bijna een aap, zijn bril uitgezonderd. Alleen was de staart van de man een houten, onbuigzame wandelstok. Misschien was hij jaloers op de witkeelmakako. Nou, waar gaan we heen? Zeg jij het maar. Weet het niet. Bedenk je wat? We gaan naar de Maleise beer. Waarom? Omdat jij tegen me zegt dat ik wat moet bedenken. Oké. Goed. Maar je bent wel inhalig. Het was meer beleefdheid van mijn kant, maar goed. Ja, wat wil je nou? Zeg het maar. Ik weet het niet. Nou, dan bedenk je toch wat? De Maleise beer. Oh, daar wil je dus erg graag heen. Daar moet een reden voor zijn. Je moet me niet tarten, hè? Goed, ik zal je niet tarten. De lama zei... De Maleise beer, zei ik. Heb je die folder eens? Oh, hier. Dank je. De Maleise beer. Waar jij zo graag naartoe wil, vader. Zit in een laag betonnen hok onder de ijsberen. Het hok is erg laag, zodat er betonnen kuilen in zijn gemaakt, zodat de beer rechtop kan staan. Nou, dat lijkt me uiterst ongezellig, hè? Tralies en een dikke glasplaat tussen het beest en de mensen. Het hok is aan de achterkant van de ijsbeerrots gemaakt, zodat de Maleise beer van zijn rust kan genieten. Ja, behalve naar wanneer jij komt. In de betonnen muur, onder de glazen plaat, zit een plastic buis. Wat doe je nou? Mijn vader gaat op zijn knieën liggen en brengt zijn mond aan de buis. Ja, en ja hoor. Beertje ja, en de beer komt aan. Hier is een heertje voor mijn beertje. Oh, zeg eens wat tegen het heertje. Zeg eens wat. Waarom ben ik zo'n chagrijn dat ik dit niet leuk kan vinden? Dan moet je dan wel leren, hè? Waarom snijdt dit vriendelijke gepraat dwars door me heen? Wat is hier zo walgelijk aan? Hey, zie je dat? Hij legt zijn oor aan de buis. Dat is leuk, hè? Mag ik eens proberen? Ja, nou, kom hier. Hè? Kom hier. Hummeltje. Heb jij je berenpakje aangetrokken? Ja. Arme jongen. Hè? Oh, je kan ons zoveel niet vragen, mogelijkheden, zoveel kansen. Wat een lekker berenpakje. Arme jongen. Dag, hè? Zeg jij zitten kinderen, en dit komt er nou uit. Onder je kindje. Arme jongen. Zo. Beertje gaat nou slapen, hè? Beertje. Dag, Beertje. Kom maar gauw mee, jongen. Het spijt me. Wat? Dat van die beer. Ik wil die alleen ja, laten zien. Ja, heel knap van je. Nou, jij hebt toch ook met hem gepraat? Pas nadat jij het me had voorgedaan, hè? Nee. Wat doe je tegenwoordig? Ik werk. Je werkt? Prachtig. Waar werk je? Op een kantoor, in een gebouw. Ik schrijf. Oh, je schrijft? Fantastisch. Ja, gewoon. Oh, noem jij dat gewoon? Hoeveel mensen zouden niet... Niet wat? En wat doe je s'avonds? Oh, ga wel eens schaken. Oh, dat heb ik nooit gekund. Schaken. Dat is heel moeilijk hoor. Hoe leer je dat? Zeg boeken over. Jij leest boeken over schaken? Wat knap.
Ik zou het nooit kunnen onthouden. Ja, ik soms wel. Dus jij kan heel goed schaken. Schaken, schrijven. En wat doe je verder? Nou, en ik verzamel postzegels. Maar kan je daar dan tijd voor vinden? Ik maak gewoon tijd. Ik heb al zegels van Liechtenstein, de Koeio-eilanden, Antillen. Jij maakt gewoon tijd om postzegels te sparen. Wat een vrijheid, wat een vrijheid. En verder? Ik zwem, speel piano. Kom je aan een piano? Gekocht op een veiling. Jij komt ook op veilingen? Fantastisch, jongen, fantastisch. Verder kan ik koken, breien, verstellen, herstellen, uitvlakken en invullen. Alsjeblieft. Op carbon schrijven, gapen, geven, plassen, koekhappen, brieven openen, drinken, eten, fietsen, afwassen, afdrogen. Ja, ja. En de boel weer terugzetten natuurlijk. Onder de douche gaan, schilderen, verven, tekenen, luisteren, praten, zaklopen. Ja, 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 ja. Maar wordt dat niet allemaal een beetje veel? Hey. Opruimen, wandelen, autorijden, het achterlicht maken, het achterlicht kapot maken, het voorlicht bekijken, handen schudden, nee zeg, weer zaklopen. Ja, hou op, waarom? Wil toch ook dat ik kan poetsen, krassen, schuren, wassen, smoesen, schreeuwen, mijn haar kammen, afvegen, weer zaklopen. Hou op! Dat ik thee kan drinken, koffie drinken, limonade drinken, sinaasappels uitpersen, tafel dekken, pianotoets indrukken, vuilnisbak buiten zetten, de kamer opruimen, mijn kamer opruimen, de badkamer opruimen, mijn reet afvegen, ruiken, stinken, wel 10 tellen tot 100 misschien, handen wassen, neusharen bijknippen. Nee! Neusharen laten groeien dan, baard laten staan, baard afscheren, om even neusharen laten staan, even neusharen bijknippen, studeren, weer zakken. Meen jij nou echt dat ik zoveel eisen ben geweest? Wel, nee. Jij wilde maar één ding. Dat ik een vrij mens zou worden. Vrij met gepoetste schoenen maat 42. Desnoods maat 42,5. Als ik zo nodig zelf iets moest, maar... Maar, luister nou toch eens even, lieve jongen. Luister nou toch eens even. Het is toch heel onhandig om met maat 45 te lopen als je 42 hebt. Ja, hè. Lieve jongen is onhandig, hè. Daarvoor was stoute jongen stom, hè. Ja hoor, zo ram je het er wel in. Dan ben je zelf altijd de knapste. En dat alleen maar omdat ik met de beer gepraat heb. Zie je wel, nou trek je het weer naar je toe. Ik heb ook met de beer gepraat. Goed. Wij hebben met de beer gepraat. Wil je een ijsje? En die beer had mij niets te vertellen. Een ijsje? Ja, ik trakteer. Nee, laat mij nou betalen. Nee, gek, ik betaal. Maar doe niet zo idioot, dat is mijn idee. Ik betaal, basta. Nou, heb jij dan geld? Ja, natuurlijk. Dus jij verdient wel iets. Ik verdien heel behoorlijk. Of moet je van me lenen? Ik verdien heel goed en genoeg. Ik wil je anders best wat voorschieten. Een stinkend rijk. Rijker dan jij was op die leeftijd. Ja, maar het kan hoor, je moet het eerlijk zeggen. Ik vermoed dat ik rijker ben dan jij nu. Denk je? Ja, ja. Dat ik beter mijn geld kan verdienen, ja. Ja. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat ik het veel beter doe in de maatschappij. Ik denk dat ik veel meer gewaardeerd word dan jij. Ja, waarschijnlijk werk ik beter, word ik aardiger gevonden, heb meer initiatief. Ja, ik ben doortastender dan jij toen, dus verdien meer dan jij, ja. Ja. Ja, waarschijnlijk ben je ook beter opgevoed dan ik. Heb ik me beter aan die opvoeding ontworsteld? Dus jij wilt geen ijsje van? Ik wil een roomijs. Roomijs. Drie smaken. En slagroom. Ja, ik weet niet of ze dat hebben. Dat zal je wel merken. En betalen. Ja. Onherkenbaar is hij geworden. Vroeger was hij een en al opvoedingsdrift. Meer drift dan opvoeding. En nou? Begrijp het niet. Wil er nog weglopen voor hem? Misschien is het een valstrik. De zoveelste. Misschien doet hij het uitvarken, maar dat 's nachts weer overdag slaapt. En springt hij straks op als een gorilla. Die achterdochtigheid heb ik van hem gekregen. Wie weet is hij echt zo geworden. Zo rustig, belangstellend, wijs. Zo ziet hij me gesar en is het niet meer nodig. Kent het verschil tussen wat blijft en wat verdwijnt. Zie je dat verschil eens duidelijk kon maken. Als een echte vader. Dat stomzinnige gefit. Beetje krachteloos schelden op dieren, hokken. Mensen die er wel plezier beleven. Mijn zoon. Bah. Ik geef hem nog één kans. Eén kans om uit zichzelf te ontdekken dat ik er ook niks aan kan doen. En dat heeft niets met onderwerping te maken. Alleen met inzicht. Eén gewoon ijsje en één met drie bolletjes. Doet u maar vanille, tutti frutti en pistache. Dat ik ook niet meer dan een vader ben. Met slagroom. Jaap, die van mijn zoon. 23 is hij.
Maar wat heeft dat ermee te maken? Ben je dan te oud voor slagroom? Dat hij ook niet eens één keer iets zelf moet doen. Maar merci. Stuur de rekening maar naar mijn zoon. Daar tussen de pinguïns, ziet u wel. Hij lijkt wel een Jan van Gent. Zo, jongen. Daar komt papi met het ijsje. Pak aan. Dankjewel, vader. Wat zei je? Dankjewel, vader. Dan moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ik heet papi en geen vader. Begrepen? Ja. Dus? Dankjewel, papi. Papa mag ook. Eventueel. Kies maar. Sorry dat ik... me even liet gaan. Zitten we dan? Vriezen we dood of vriezen we dood? En wij likken een ijsje. Eet nou. Wat is dit zeg? Nee? Dat is niet lekker hoor. Dat was wat smerig, dat groene spul. Dat is pistache. Ik vind het niks, dat is geen succes hoor. Hé, kijk eens even. Nee, dat moet ik niet zo lekker vinden. Maar kijk nou toch even, kijk je morst. Kijk uit, krijg je dadelijk een vlek op je goede pak. Heb je een schone zakdoek bij je? Neem dan. Hé, kijk eens, die reiger pakt de vis uit de bek van de Jan van Gent, zie je dat? Een rotstreek. Rotstreek wel, nee, dat is toch heel normaal? Die reiger houdt nou eenmaal van vis. Ja, ieder voor zich. Een god voor ons allen en een vis voor de reiger. Moet jij dat ijsje nog? Nee, jongen. Geef ik het aan de Jan van Gent. Heeft die ook wat? Ja, nou. Ja, kom dan maar mee. Biologisch gezien behoort de mens tot de dierentuin. Laten we het niet meer over de dieren hebben. Hoe ze leven, wat ze voelen, wat ze willen, wat ze kunnen. Er zijn genoeg mensen die daar verstand van hebben. Laten we het niet hebben over pratende dieren. Dieren die elkaar eigenlijk gedichten voordragen. Spreken over verdriet en vreugde. Dieren die hun mensenhaat luidkeels uitkrijsen. Er zijn genoeg mensen die weten en vertellen hoe de dieren over de mensen denken. Laten we het niet hebben over de vernederingen in de gevangenschap van de dierentuin. Over hoe zielig een olifant staat te zwabberen vanwege een evenwichtstoornis achter zijn oren. Er zijn genoeg dierenartsen. Laten we de dieren niet in jackets, rokkostuums, jurkjes en ondergoed steken. We zouden niet meer kunnen giechelen over die blote konten. De hele meer zwabberende geslachtsdelen die we zo zelden nog op straat zien. Laten we het niet hebben over de machtsverhouding in de kooi van de bonte makies. Over hoe het gezag gevestigd, bevestigd en afgebroken wordt. En in de gevangenschap nog beter te bestuderen. Laten we het hebben over de crisis. De bezuinigingen. De zeekoe krijgt voortaan andijvie in plaats van sla. Waarom ben je eigenlijk bang voor opa? Ik ben helemaal niet bang voor mijn opa. Jouw opa, mijn opa, jouw vader. Geen idee. Waarom ben je eigenlijk bang voor mij? Is er nou geen andere mogelijkheid, een ontsnapping? Kom, we gaan naar de leven. Als ik eraan denk dat ik eens dood ga, dan is het of ik in een zwart gat gezogen word. Ik krijg het benauwd, het kleeft aan me. Ik wil weg. Denken dat ik er niet meer ben, dat kan toch niet? Hé, weet jij het niet? Moet ik dan weer opnieuw beginnen? Weer van alles leren? Ik ben nou al moe. Waar ben jij nou moe van? Zou ik wel eens willen weten, vlegel? Moet dat ik straks niet meer besta, dat ik uitgevlakt word. Alles voor niks is geweest. Deze wandeling... Dat er niks nieuws is, dat verlamt me. Dat er niks is en dat ik toch moet doen alsof.
Jij doet helemaal niet alsof. Jij doet gewoon helemaal niks. Niks nut. Je loopt een beetje door. Waarom moeten we nou naar die leeuwen? Die zitten een reiger op te peuzelen. Dan heb je meteen een antwoord op je vraag. Ik wil het niet zien. Hé. Dat is dezelfde reiger die daarnet de vis uit de bek van de Jan van Gent pikte. Zie je wel? Die vis ligt naast zijn kop. Leeuwen houden niet van vis. Leeuwen houden wel van reigers. Ik kijk toch niet. Ik wil niet. Die reiger ook niet. Of misschien toch wel. Misschien was die reiger net zo moe en volgevreten als jij. Moe en slap. En daarom vloog hij te laag. Ik ga naar de ark. Als hij nou gekeken had, had hij net zo min als ik een reiger gezien. Maar toch als voorbeeld niet onaardig, vind ik. Daar staat hij. Met zijn neus tegen de ruit gedrukt. Oog in oog met de orang-oetang. Wat vreselijk dat hij dat kan aanzien. Dat immens treurige beest. In elkaar geschrompelde oerkracht. Weggestopt in een autoband. Ik kan het niet aanzien. De orang-oetang heeft een slechte dag? De orang-oetang heeft altijd een slechte dag. Heb je hem nooit zien springen, grijnzen, dansen, schaterlachen? Eén keer. Ja, toen de metselaar er zo op was. Maar de metselaar was bezig een muurtje te bouwen. De verzorgers hadden de orang-oetang even in een andere hok gezet. Nou, toen de metselaar weg was om te schaften, dachten de verzorgers dat hij klaar was. En ze lieten de apen weer eens op. Nou, de metselaar zag de orang-oetang niet, omdat hij zich in het stro verstopte. Toen de man weer aan het werk was, voelde hij iemand op zijn schouder tikken. Nou, hij keek om en zag het grijnzende gezicht van de aap. Nou, toen liep de aap sloffend naar het hek dat nog open stond en blokkeerde de uitgang. Ja, hij kreeg er een beetje plezier in, hè. Hij dreef de man in een hoek, speelde een beetje met hem, beet hem in zijn been. Ja, en dat gebeurde terwijl wij hier voor de buurt stonden te kijken. Nou, onmiddellijk werden de verzorgers gehaald die de aap in een brandspuit de hoek indreven. Dat beest is doodsbang voor water. Had de orang-oetang eindelijk eens een leuke dag, wordt hij meteen weer afgestraft met een waterstraal. De metselaar had een nare dag, verlengd met maandenlang ziekenhuis en nachtmerries over orang-oetangs. Zie je wel, dat je wijzer bent dan ik. Vergis je. Ik wil alleen het laatste woord. Het spijt me. Van dat gepest. Het is gewoon jaloezie. Ik ben wel wat gewend. Dat is onzin. Misschien wil ik niet precies zo worden als jij, maar ik benijd de ervaring en de rust die je uitstraalt. Ach, kereltje. Zoveel meegemaakt en inzicht verkregen, weten wat je moet doen. Schijn van echtheid kunnen onderscheiden. Ach, kereltje, wil je dat zo graag? Een tegenslag als tijdelijk kunnen zien. Je in ieder geval niet blind opstaren. Ik kom niet verder dan wonderen voor valkuilen aanzien en valkuilen voor wonderen. Ik ben niet meer dan een worm die aan de wortels van een boom knaagt, terwijl jij als een adelaar boven het bos zuist. Ik wist niet dat wormen knagen. Nou, zie je, zelfs nou maak ik al fouten. Jij weet het beter. Fouten maken moet. Zie je, ook die had ik nooit kunnen bedenken. Je vergis je. Ik vergis me, zie je. Luister. Zie je wel, ik moet luisteren. Ik word gek van je. Zie je wel. Het is niet waar. Stil. Je vergist. Zie je. Hou je mond. Het is anders. Luister. Het is niet waar. Elke tegenslag kan de laatste zijn. Ja, ja, de laatste. Want daarna kan er net zo goed niets meer zijn. Elke tegenslag betekent dat je nog steeds vatbaar bent voor tegenslagen. Dat je er nog steeds niet in geslaagd bent ze te verwoesten. Dat je hoop om ze de baas te worden weer kapot is gemaakt. En het betekent ook dat je weer een stuk minder tijd hebt om die hoop weer op te bouwen. Nog minder tijd om een 's nachts wijzer te worden, want dat lukt toch nooit. Maar misschien heb je nog één kans. Het enige wat er wel gebeurd is dat je ogen slechter worden. Dat je steeds ongeduldiger wordt. Dat je eenzamer wordt. Krachtelozer. Dat de valkuil onzichtbaar worden of vervagen. En toch, nog één keer, één kans. Ik wil nog niet dood. Dan wil ik dood. Jij mag niet dood willen, vlegel. Geniet liever van het leven, wat denk je wel? Heb ik je daarvoor? Ik wil dood. De onbeschaamdheid om niet op de dag te roepen, ik wil dood. En dan nog waar je vader bij staat, ik wil niet dood. Ik wil dood. Ik wil niet dood. Ik wil dood. Ik wil niet dood. Op een dag in herfst deden de dieren vreemd. Het begon met de pauw. Toen de verzorger zijn eten kwam brengen, zette de pauw al zijn veren op en stormde op de man af. Deze voelde zich bedreigd door het ritselen van de verenpracht, het aanstormende beest en de vuurschietende ogen. Hij rende naar een hoek van de kooi en botste tegen het gaas. De pauw bleef hem achtervolgen. En nog net kon de verzorger de wijde mantel van veren ontwijken. Hij rende twee rondjes om het struik in de kooi en vluchtte toen naar buiten. De pauw
stormde met vooruitgestoken kop tegen het dichtgeslagen deurtje en viel dood neer. De hyena's begonnen te janken. In hun sukkeldrafje draaiden ze rondjes achter elkaar. Korter en korter, totdat ze elkaar in de staart konden bijten. Met hun voorpoot gaven ze een harde tik tegen de frelle achterpoot van hun voorganger die omviel. De kring werd steeds kleiner, omdat iedereen zijn voorganger opat. Er werd niet meer gejankt, er werd niet meer geremd. Midden in de kooi lag één grote klont uitgeputte hyena. In de kooi naast de hyena stonden de wolven roerloos toe te kijken hoe hun buurlieden elkaar opvraten. De voorpoten tegen het hek omhoog keken ze toe en huilden. Ze huilden, omdat ze de klont hyena's niet konden bereiken. Ze merkten niet hoe vier zwarte panters uitgebroken waren. En hen van achteren beslopen. Met één klap sloegen de panters de wolven van het hek en verscheurden hen. Toen begonnen de withandgibbons hun ijselijk gezang. Een gekortwiekte kaanvogel probeerde in paniek op te fladderen. Na een paar slagen viel hij neer, 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 fladderde weer, viel weer. Strompelde hij de kleine zandvlakte over zonder enig doel. De andere kraanvogels renden de randvijver in. De bonte makies slingerden hun lange staart om hun nek en durfden zichzelf. De pinguïns zetten zich in een lange kolonne in beweging. Staken het woeste stroompje over en waggelden de heuvel op. Op weg naar de berenkuil. De beren, daar lieten ze zich over de rand naar beneden vallen. Bevers renden in navolging de kooi van de Bengaalse tijger in. Die nauwelijks tevreden leek met hun komst. Hij brulde, scheurde de tralies van zijn hok uiteen en drong het lama-park binnen. Krokodillen verspreidden zich. Sommigen gingen naar de nijlpaarden, die met etterend ontstoken tandvlees weerloos op hun rug lagen. Anderen naar de pelikanen, flamingo's, die uitgehongerd hun pasgelegde eieren opaten. Andere dieren boden zich aan bij de leeuwen. Giraffen, stekelvarkens, tapiers, wiesenten, emoes en de altijd een drol onder zich voortslepende casuaris casuaris. Geen dier bleef gespaard of spaarde zichzelf, zoals de olifanten die met hun kop tegen hun betonnen slaaphok beukten. Tegen het vallen van de avond was alles dood, gedood of uitgeput, behalve de withandgibbons. Die door hun ijselijk gejank iedereen op een afstand hadden gehouden. En de kameleon, die de vorm van een rode maan had aangenomen. De mensen noemden deze rampzalige dag de openbaring van Jan van Gent. Wat is het verschil tussen mens en dier? Wij hebben het vermogen agressie rationele motieven te geven. Dieren doden uit drift, wij doden uit nadenken. Dat is heel wijs. Er leven op aarde nog maar 2 olifanten. 1 in Afrika en 1 in Azië. En daarna bouwden ze een nieuwe dierentuin. Een betere. Kom maar mee. Papa. Kereltje. Het is mijn schuld. Ja, het is mijn schuld. Ik had een betere zoon moeten zijn. Ik had mijn best moeten doen een echte zoon te zijn, te worden. Je bent slecht getroffen met mij. Ik wist het eigenlijk al voor je geboorte. Maar waarom heb ik toch doorgezegd? Ik had jou je tyrannieke kleinzieligheden veel eerder moeten vergeven. Ik was te koppig, te rancuneus, al bijna voor mijn geboorte. Had ik nog maar de moed gehad jou te laten drensen, jengelen, snotteren. Maar jij kon ook niet anders omdat je moeder en ik te veel ruzie maakten. Al voor je verwekt werd. Daar kon jij toch niks aan doen? Jij bent toch niet meer dan het product van sociaal erfelijke omstandigheden? Er was eventueel wat speelruimte om via wilskracht en karakter nog iets te veranderen. Ook wilskracht en karakter worden sociaal erfelijk bepaald. En in de kiem gesmoord.
Je hebt gelijk. Moet vreselijk voor je geweest zijn. Ja. Ja, dat was het ook. En het was jouw schuld. Mijn schuld? Ja. Toen ze daar net toe gaf. Dat het jouw schuld was. Je had gelijk. Nee. Jij had gelijk. Het was jouw nee, schuld. Nee, jij? Nee, jij. Dus blij dat ik je niet tegenspreek. Je rozijntje. Neem ze zelf maar op. Zeg, zullen wij samen? Dan ben jij de roodsnavel, Tok. En jij de roodschildspreeuw? Bedreigde diersoort. Uitsterven. Dit was Midden op de Dag van Jean-Pierre Plooy. Medewerkenden Huib Broos, Wim Kouwenhoven, Annemarie Prins. Productie Cora Leenman-Leensveld. Regie Jean-Pierre Plooy. Dit hoorspel kwam tot stand dankzij de medewerking van directie en medewerkers van Artis. Morgenavond is in de Hoorspelweek 81 de VARA aan de beurt met Carrie of de seksuele revolutie. Hoorspel van Ton Forstenbos, ook op Hilversum 2. Denk je wat? We gaan naar de Maleise beer. Waarom? Omdat jij tegen me zegt dat ik wat moet bedenken. Oké. Goed. Maar je bent wel inhalig. Het was meer beleefdheid van mijn kant, maar goed. Ja, wat wil je nou? Zeg het maar. Ik weet het niet. Nou, dan bedenk je toch wat? De Maleise beer. Oh, daar wil je dus erg graag heen. Daar moet een reden voor zijn. Je moet me niet tarten, hè? Goed, ik zal je niet tarten. De lama's zei... De Maleise beer, zei ik. Geef die folder eens. Oh, hier. Dank je. De Maleise beer. Waar jij zo graag naartoe wil, vader. Zit in een laag betonnen hok onder de ijsberen. Het hok is erg laag, zodat er betonnen kuilen in zijn gemaakt, zodat de beer rechtop kan staan. Nou, dat lijkt me uiterst ongezellig, hè? Tralies en een dikke glasplaat tussen het beest en de mensen. Het hok is aan de achterkant van de ijsbeerrots gemaakt, zodat de Maleise beer van zijn rust kan genieten. Ja, behalve naar wanneer jij komt. In de betonnen muur, onder de glazen plaat, zit een plastic buis. Wat doe je nou? Oeh.
Mijn vader gaat op zijn knieën liggen en brengt zijn mond aan de buis. Ja, en ja hoor. Beertje ja, me. En de beer komt aan. Hier is een heertje voor mijn beertje. Oh, zeg nee. Eens wat tegen het heertje. Zeg eens wat. Waarom ben ik zo chagrijn dat ik dit niet leuk kan vinden? Dan maar leren, waarom snijdt dit vriendelijke gepraat dwars door me heen? Wat is hier zo walgelijk aan? Hey, zie je dat? Hij legt zijn oor aan de buis. Dat is leuk, hè? Mag ik eens proberen? Ja, nou, kom hier. Hè. Kom hier. Hummeltje, heb jij je berenpakje aangetrokken? Ja, arme jongen. Hè? Oh, je kan ons niet zoveel mogelijkheden, zoveel kansen. Wat een lekker berenpakje. Arme jongen. Dag, hè? En dit komt er nou uit. Arme jongen. Zo, Beertje gaat nou slapen, hè? Beertje, dag Beertje. Kom maar gauw mee, jongen. Het spijt me. Wat? Dat is van die beer. Ik wil die alleen laten zien. Ja, heel knap van je. Nou, jij hebt toch ook met hem gepraat? Pas nadat jij het me had voorgedaan, hè? Nee. Wat doe je tegenwoordig? Ik werk. Je werkt? Prachtig. Waar werk je? Op een kantoor, in een gebouw. Ik schrijf. Oh, je schrijft? Fantastisch. Ja, gewoon. Oh, noem jij dat gewoon? Hoeveel mensen zouden niet... Niet wat? Wat doe je s'avonds? Ik ga wel eens schaken. Oh, dat heb ik nooit gekund, schaken. Dat is heel moeilijk hoor. Hoe leer je dat? Ik schrijf boeken over. Jij leest boeken over schaken? Wat knap. Ik zou het nooit kunnen onthouden. Ja, ik soms wel. Dus jij kan heel goed schaken. Schaken, schrijven. En wat doe je verder? Nou, en ik verzamel postzegels. Maar kan je daar dan tijd voor vinden? Ik maak gewoon tijd. Mijn vader niet. Oh, echte dierenvriend. Hij voert vogels die achter tralies zitten. Oh, jij ook eentje? Oh ja, die geef jij je vrouwtje. Ja, dat kan natuurlijk ook. Mijn vader is een lul. Maar ja, daar kan hij ook niets aan doen. Zijn tyrannie karakter is eigenlijk niet meer dan het product van sociaal erfelijke omstandigheden. Zoals hij me hier laat opdraven. Straks komt mijn zoon. Ik heb hem geschreven hier naartoe te komen. Dan kan ik hem uitleggen dat ik er ook niks aan kan doen. Dieren achter tralies vindt hij het prettigst. Beetje kleine hokken, niet te veel beesten in één hok. Dan blijft het overzichtelijk en dan geniet hij het meest. Bovendien zijn beesten in een hok zielig. En mijn vader huilt graag. Op de meest ongelukkige ogenblikken en wanneer het hem uitkomt. Beschamend. Bijzondere jongen. Ja. Ja, Grigili. Een heel bijzondere jongen. Met talloze mogelijkheden. Veel meer dan jij en ik hadden op die leeftijd. Soms is hij wat in de war. Hij kan bijvoorbeeld niet kiezen. Het kan zijn dat dat mijn fout is. Dat ik me te veel aan hem heb opgedrongen. 2 jaar geleden trok hij zijn handen van me af. Zoals hij zei. Sindsdien gaat het een stuk beter met me. Hij heeft nog 4 jaar. Nou, goed. 3 jaar. Verplunst met kletspraatjes. Voor tijd zijn opvoeding af te ronden. En met een flinke duw naar de vrijheid te geven. En daarom heb ik hem laten komen. Voor het eerst heb ik kunnen nadenken zonder gestoord te worden door verbeteringen. Zonder de angst elk moment verbeterd te worden. Iets te moeten doen waar ik geen notie van had. Ik denk dat hij er nu zo langzamerhand wel is. Hij zal wel achter mijn rug staan. Ja. Ja, hij staat expres met zijn rug naar de ingang. Hij wil dat ik hem eerder zie dan hij mij. Zodat ik naar hem toe moet. Ik ga liever weg. Bel ik later wel op dat ik ziek was. Ik krijg nou al een oud verlammend gevoel in mijn benen. Hij verschuilde zich graag. En nog steeds blijkbaar. Ik denk dat ik te beangstigend voor hem ben geweest. Ik moet hem wat ruimte geven. Hem zijn opvoeding zelf laten voltooien. Maar hij moet zich niet laf voor me verstoppen. Ik kan niet meer weg. Dat zou te laf zijn. Hij weet dat ik achter hem sta. Ik kom altijd braaf op tijd. Maar ik vertik het hem als eerste iets te doen. Hij moet zich eerst omdraaien. Ik heb rozijntjes genoeg. Voorlopig. Dag, nootmuskaatduifje. Ik zie zijn gezicht. Hij spiegelt in de ruit. Ja hoor, daar staat hij. Achter me. Bij de goudvooral bladvogel, de blaswachte buurbuur, de Aziatische scharrel en de smaragd grapvogel. Wat een gekwetste trots dat hij niet naar me toe komt. Hij herkent mijn rug toch wel.
moeten we kans geven zijn... Een bon schrijven, gapen geven, plassen, koekhappen, brieven openen, drinken, eten, fietsen, afwassen, afdrogen... Ja, ja. En de boel weer terugzetten natuurlijk. Onder de douche gaan, schilderen, verven, tekenen, luisteren, praten, zaklopen... Ja, 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 maar wordt dat niet allemaal een beetje veel? Hey. Opruimen, wandelen, autorijden, het achterlicht maken, het achterlicht kapot maken... Het voorlicht bekijken, handen schudden, zeg, weer zaklopen... Ja, hou op, maar hou op! Dat ik kan poetsen, krassen, schuren, wassen, smoesen, schreeuwen, mijn haar kammen, afvegen, weer zaklopen... Hou op! Dat ik thee kan drinken, koffie drinken, limonade drinken, sinaasappels uitpersen, tafel dekken, pianotoets indrukken, vuilnisbak buiten zetten, de kamer opruimen, mijn kamer opruimen, de badkamer opruimen, mijn reet afvegen, ruiken, stinken, tot 10 tellen tot 100 misschien, handen wassen, neusharen bijknippen. Nee! Neusharen laten groeien dan, baard laten staan, baard afscheren, oneven neusharen laten staan, even neusharen bijknippen, studeren, weer zakken. Meen jij nou echt dat ik zoveel eisen ben geweest? Wel, nee. Jij wilde maar één ding. Dat ik een vrij mens zou worden. Vrij met gepoetste schoenen maat 42. Desnoods maat 42,5. Als ik zo nodig zelf iets moest, maar... Maar, luister nou toch eens even, lieve jongen. Luister nou toch eens even. Het is toch heel onhandig om met maat 45 te lopen als je 42 hebt. Ja, hè. Lieve jongen is onhandig, hè. Daarvoor was stoute jongen stom, hè. Ja hoor, zo ram je het er wel in. Dan ben je zelf altijd de knapste. En dat alleen maar omdat ik met de beer gepraat heb. Zie je wel, nou trek je het weer naar je toe. Ik heb ook met de beer gepraat. Goed. Wij hebben met de beer gepraat. Wil je een ijsje? En die beer had mij niets te vertellen. Een ijsje? Ja, ik trakteer. Nee, laat mij nou betalen. Nee, gek, ik betaal. Maar doe niet zo idioot, dat is mijn idee. Ik betaal, basta. Nou, heb jij dan geld? Ja, natuurlijk. Dus, jij verdient wel iets. Ik verdien heel behoorlijk. Of moet je van me lenen? Ik verdien heel goed en genoeg. Ik wil je anders best wat voorschieten. Een stinkend rijk. Rijker dan jij was op die leeftijd. Ja, maar het kan hoor, je moet het eerlijk zeggen. Ik vermoed dat ik rijker ben dan jij nu. Denk je? Ja, ja. Dat ik beter mijn geld kan verdienen, ja. Ja. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat ik het veel beter doe in de maatschappij. Ik denk dat ik veel meer gewaardeerd word dan jij. Ja, waarschijnlijk werk ik beter, word ik aardiger gevonden, heb meer initiatief. Ja, ik ben doortastender dan jij toen, dus verdien meer dan jij, ja. Ja. Ja, waarschijnlijk ben je ook beter opgevoed dan ik. Heb ik me beter aan die opvoeding ontworsteld. Dus jij wilt geen ijsje van? Ik wil een roomijs. Roomijs. Drie smaken. En slagroom. Ja, ik weet niet of ze dat hebben. Dat zal je wel merken. En betalen. Ja. Onherkenbaar is hij geworden. Vroeger was hij een en al opvoedingsdrift. Meer drift dan opvoeding. Stuur de rekening maar naar mijn zoon. Daar tussen de pinkwins, ziet u wel. Hij lijkt wel een Jan van Gent. Zo, jongen. Daar komt papi met het ijsje. Pak aan. Dankjewel, vader. Wat zei je? Dankjewel, vader. Dan moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ik heet papi en geen vader. Begrepen? Ja. Dus? Dankjewel, papi. Papa mag ook. Eventueel. Kies maar. Sorry dat ik me even liet gaan. Zitten we dan? Vriezen we dood of vriezen we dood? En wij likken een ijsje. Eet nou. Wat is dit zeg? Nee? Dat is niet lekker hoor. Dat is wat smerig, dat groene spul. Dat is pistache. Ik vind het niks, dat is geen succes hoor. Hé, kijk eens even. Nee, neem.
Nee, omdat ik het zo lekker vind. Ja, maar kijk nou toch even. Kijk, je morst. Kijk uit. Krijg je dadelijk een vlek op je goede pak. Heb je een schone zakdoek bij je? Neem dan. Hey, kijk eens. Die reiger pakt de vis uit de bek van de Jan van Gent. Zie je dat? Een rotstreek. Rotstreek wel, nee, dat is toch heel normaal? Die reiger houdt nou eenmaal van vis. Ja, ieder voor zich. Een god voor ons allen en een vis voor de reiger. Nou, moet jij dat ijsje nog? Nee, jongen. Geef ik het aan de Jan van Gent. Heeft die ook wat? Ja, nou. Ja, kom dan maar mee. Biologisch gezien behoort de mens tot de dierentuin. Laten we het niet meer over de dieren hebben. Hoe ze leven, wat ze voelen, wat ze willen, wat ze kunnen. Er zijn genoeg mensen die daar verstand van hebben. Laten we het niet hebben over pratende dieren. Dieren die elkaar eigenlijk gedichten voordragen. Spreken over verdriet en vreugde. Dieren die hun mensenhaat luidkeels uitkrijsen. Er zijn genoeg mensen die weten en vertellen hoe de dieren... De man observeerde zwijgend. Toen twee apen in de linkerkooi zich even in de linker benedenhoek voorbevonden, sprak hij plotseling een duizelingwekkend aantal getallen in de microfoon. De aap die zich aan het vlooien was boven in de boom liet hem koud. De twee apen verdwenen door een luik naar buiten. De man gooide hen nog wat getallen achterna en richtte toen zijn aandacht op de rechterkooi. Na enige tijd weer een stortvloed van getallen, nu doorspekt met letters, alsof hij een snelschaakwedstrijd versloeg. Inmiddels waren die twee razend interessante aapjes van de linkerkooi al lang weer terug. Weer links, beneden, voor. Maar de man had ze niet gezien. Later pas. En meteen weer een heleboel getallen. De aapjes knikten tevreden en verdwenen weer. Of ze waren bang voor getallen. Achter zich had de man een bord neergelegd. Gedragsstudie, niet storen, SVP! Alleen maar om vriendelijke oude dametjes ervan te weerhouden wat pinda's uit te delen. De man bestudeerde het gedrag van de witkeelmakako's. Hij moest ongestoord kunnen observeren en toen zijn eigen gedrag bestudeerd werd, keek hij korzelig om zich heen. Van een afstand zag hij er vreemd uit. Krullend haar, een weelderige baardgroei, een licht gebogen rug, bijna een aap, zijn bril uitgezonderd. Alleen was de staart van de man een houten, onbuigzame wandelstok. Misschien was hij jaloers op de witkeelmakako. Nou, waar gaan we heen? Zeg jij het maar. Weet het niet. Bedenk je wat? We gaan naar de Maleise beer. Waarom? Omdat jij tegen me zegt dat ik wat moet bedenken. Oké. Goed. Maar je bent wel inhalig. Het was meer beleefdheid van mijn kant, maar goed. Ja, wat wil je nou? Zeg het maar. Ik weet het niet. Nou, dan bedenk je toch wat? De Maleise beer. Oh, daar wil je dus erg graag heen. Daar moet een reden voor zijn. Je moet me niet tarten, hè? Goed, ik zal je niet tarten. De lama's zei... De Maleise beer, zei ik. Geef die folder eens. Folder, oh, hier. Dank je. De Maleise beer. Waar jij zo graag naartoe wil, vader. Zit in een laag betonnen hok onder de ijsberen. Het hok is erg laag, zodat er betonnen kuilen in zijn gemaakt, zodat de beer rechtop kan staan. Nou, dat lijkt me uiterst ongezellig, hè? Tralies en een dikke glasplaat tussen het beest en de mensen. Het hok is aan de achterkant van de ijsbeerrots gemaakt, zodat de Maleise beer van zijn rust kan genieten. Ja, behalve naar wanneer jij komt. In de betonnen muur, onder de glazen plaat, zit in plastic buis. Wat doe je nou? Mijn vee. Oh nee. Oh, wat vind ik dit erg. Wat is dit zielig. Immens treurig. Wat? Dat jij daarnaar kan kijken. Wat een sadist moet jij zijn. Zul je je vader nog eens kennen, jongen? En kijk dan toch zelf. Hier, een glazen bak. Een soort aquarium. En dan nog zonder water. Een lamp die nauwelijks licht geeft. En dan wat zand, een paar steentjes die de woestijn moeten voorstellen. En dan moet dat beestje dan maar overheen en weer rennen. Oh, 1,5 meter bij 35 centimeter, zijn leven lang. Dat is isolatiefolter. Nee hoor, hij is toch niet alleen? Het is te erger, nog minder ruimte. Dat schaarse licht is expres. Het zijn nachtdieren. Die hebben het liefst zo weinig mogelijk licht. Oh ja? En als het eens in de 4 weken volle maan behoort te zijn, rijzen die lampen dan wat hoog? Jij hebt mijn intelligentie meegekregen, jongen. Misbruik hem dan ook niet. Dus je weet het niet.
s'avonds gaan de daglampen aan en dan kunnen de nachtdieren gaan slapen. Dus om de mensen naar ze te laten kijken, moeten de nachtdieren s'nachts slapen onder felle daglampen die de bak flink verwarmen. Maar er zal wel airconditioning voor zijn en dan kunnen die beesten natuurlijk weer niet slapen vanwege het lawaai. Of zijn nachtdieren per definitie doof? En dan worden ze overdag voor de gek gehouden met nachtlicht. Nou ja, dat wordt ze niet verteld. En die dan? Ja, die daar? Die ligt te slapen. Hé! Hey. Dat is het aardige. Hé! Hey. Niet doen, wakker worden. Niet doen, niet doen, niet doen. Hey, opstaan! Het is overdag nacht. Hup, hup, heen en weer rennen. We hebben betaald. Je moet je ogen gebruiken, niet je handen. Kijk eens, kijk, kijk, kijk eens even, kijk eens even, kijk nog eens even. Hij doet één oog open en weer dicht. Zie je dat, zie je dat? Hij knipoogt naar je. Nou, kom, kom, kom. Laat hem nou verder slapen, jongen. Laat hem nou verder slapen, hè. Wat een lui aardvarken. Misschien is het helemaal geen nachtdier. Misschien heb je hem in het verkeerde hok gestopt. Slaap jij nooit overdag? Nou, niet als er mensen omheen staan te gluren. En zeker niet in zo'n klein hok. Oh, oh, nee, nee, jij wilt een groter hok. Nee, ik wil ze vrij laten. De natuur in, waar ze ongestoord kunnen slapen. Ja, en opgegeten worden. Denk nou eerst na voordat je iets zegt, jongen. Straks ga je nog vertellen dat hij ligt te slapen omdat hij zo'n heimwee heeft. Echt? Blijf weer jammer over die zielige beest, heeft toch geen zin? Kijk liever hoe ze leven. Is een beer, zei ik. Geef die folder eens. Folder, oh hier. Dank je. De Maleise beer. Waar jij zo graag naartoe wil, vader. Zit in een laag betonnen hok onder de ijsberen. Het hok is erg laag, zodat er betonnen kuilen in zijn gemaakt, zodat de beer rechtop kan staan. Nou, dat lijkt me uiterst ongezellig, hè. Tralies en een dikke glasplaat tussen het beest en de mensen. Het hok is aan de achterkant van de ijsbeerrots gemaakt, zodat de Maleise beer van zijn rust kan genieten. Ja, behalve naar wanneer jij komt. In de betonnen muur, onder de glazen plaat, zit een plastic buis. Wat doe je nou? Mijn vader gaat op zijn knieën liggen en brengt zijn mond aan de buis. Ja, en ja hoor. Beertje van ja, me. En de beer komt aangesloten. Hier is een heertje voor mijn beertje. Oh, zeg nee. Eens wat tegen het heertje. Zeg eens wat. Waarom ben ik zo chagrijn dat ik dit niet leuk kan vinden? Oh, dat moet je dan maar leren. Waarom snijdt dit vriendelijke gepraat dwars door me heen? Wat is hier zo walgelijk aan? Hey, zie je dat? Hij legt zijn oor aan de buis. Dat is leuk, hè? Mag ik eens proberen? Nou, ja, nou kom hier. Hè? Kom hier. Hummeltje, heb jij je berenpakje aangetrokken? Ja, arme jongen. Oh, je kan ons zoveel niet praten, mogelijkheden, zoveel kansen. Wat een lekker berenpak. Arme jongen. Dag, hè? En dit komt er nou uit. Arme jongen. Zo, Beertje gaat nou slapen, hè? Beertje, dag Beertje. Kom maar gauw mee, jongen. Het spijt me. Wat? Dat van die beer. Ik wil die alleen laten zien. Ja, dat is heel knap van je. Nou, jij hebt toch ook met hem gepraat? Pas nadat jij het me had voorgedaan, hè? Nee. Wat doe je tegenwoordig? Ik werk. Je werkt? Prachtig. Waar werk je? Op een kantoor, in een gebouw. Ik schrijf. Oh, je schrijft? Fantastisch. Ja, gewoon. Waarom noem jij dat gewoon? Hoeveel mensen zouden niet... Niet wat? En wat doe je s'avonds? Ik ga wel eens schaken. Oh, dat heb ik nooit gekund, schaken. Dat is heel moeilijk, hoor. Hoe leer je dat? Ik schrijf boeken over. Jij leest boeken over schaken? Wat knap. Ik zou het nooit kunnen onthouden. Ja, ik soms wel. Dus jij kan heel goed schaken. Schaken, schrijven. En wat doe je verder? Nou, en ik verzamel postzegels. Maar kan je daar dan tijd voor vinden? Ik maak gewoon tijd. Ik heb al zegels van Liechtenstein, de Koeio-eilanden, Antillen. Jij maakt gewoon tijd om postzegels te sparen. Wat een vrijheid, wat een vrijheid. En verder? Ik zwem, speel piano. Kom je aan een piano? Gekocht op een veiling. Jij komt ook op veilingen? Fantastisch.
Fantastisch, jongen, fantastisch. Verder kan ik koken, breien, verstellen, herstellen, uitvlakken en invullen. Alsjeblieft. Op carbon schrijven, gapen, geven, plassen, koekhappen, brieven openen, drinken, eten, fietsen, af. Meestal gezien als ouder voor de eenzame gekken. Sommige gekken proberen de dieren op te voeden. Voor de kooi van de mandril stond een wat oudere vrouw. Ze keek gefascineerd naar de blauw, groen, geel, bruin, rode kop van de mandril en naar zijn blauwrode kont. En de mandril greep zijn vrouwtje bij de arm en zet haar voor de neus van de wat oudere vrouw neer. En daarop begon hij met haar te paren. Het vrouwtje dat keek schichtig en angstig naar de oudere vrouw die tegen de mandril zei... Niet doen, Wim, niet doen. Hou op, heel laat, Wim. Hou op. De mandril keek schuin omhoog en zei gekweld. De vrouwtje stak een arm door de tralies. Ze bedelde om een noot. Foei, Wim, zei de oudere vrouw en bleef kijken hoe de mandril zijn orgasme bereikte. Daarna grijnsde hij naar de vrouw en waggelde weg, terwijl hij haar tegen zijn blauw-rode kont liet zien. De vrouw gaf het mandrilvrouwtje een pinda, die dadelijk door het mannetje werd afgepakt. Wim was onhandelbaar brutaal die dag. Ja, kom maar. Kijk eens. Goedemorgen, kalleburenburen. Daar staat mijn vader. Hij voert de vogeltjes. Ja, kom maar. Kom dan toch, jongen. Kom dan. Sommige mensen strooien handenvol brood en kaas op straat. Gaan ze achter een raam zitten en kijken hoe die arme duiven worden overreden. Kom nou toch. Mijn vader niet. Echte dierenvriend. Hij voert vogels die achter tralies zitten. Jij ook eentje? Oh ja, die geef jij een vrouwtje. Ja, dat kan natuurlijk ook. Mijn vader is een lul. Maar ja, daar kan hij ook niets aan doen. Zijn tyrannie karakter is eigenlijk niet meer dan het product van sociaal erfelijke omstandigheden. Zoals hij me hier laat opdraven. Straks komt mijn zoon. Ik heb hem geschreven hier naartoe te komen. Dan kan ik hem uitleggen dat ik er ook niks aan kan doen. Dieren achter tralies vindt hij het prettigst. Beetje kleine hokken, niet te veel beesten in één hok. Dan blijft het overzichtelijk en dan geniet hij het meest. Bovendien zijn beesten in een hok zielig. En mijn vader huilt graag. Op de meest ongelukkige ogenblikken en wanneer het hem uitkomt. Beschamend. Bijzondere jongen. Ja. Ja, Grietjelie. Een heel bijzondere jongen. Met talloze mogelijkheden. Veel meer dan jij en ik hadden op die leeftijd. Soms is hij wat in de war. Hij kan bijvoorbeeld niet kiezen. Het kan zijn dat dat mijn fout is. Dat ik me te veel aan hem heb opgedrongen. 2 jaar geleden trok hij zijn handen van me af, zoals hij zei. Sindsdien gaat het een stuk beter met me. Hij is nu al 4 jaar. Zo goed. Dat ik beter mijn geld kan verdienen, ja. Ja. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat ik het veel beter doe in de maatschappij. Ik denk dat ik veel meer gewaardeerd word dan jij. Ja, waarschijnlijk werk ik beter. Word ik aardiger gevonden. Heb meer initiatief. Ja, ik ben doortastender dan jij toen. Dus verdien meer dan jij, ja. Ja. Ja, waarschijnlijk ben je ook beter opgevoed dan ik. Heb ik me beter aan die opvoeding ontworsteld. Dus jij wilt geen ijsje van? Ik wil een roomijs. Roomijs. 3 smaken. En slagroom. Ja, ik weet niet of ze dat hebben. Dat zal je wel merken. En betalen. Ja. Onherkenbaar is hij geworden. Vroeger was hij een en al opvoedingsdrift. Meer drift dan opvoeding. En nou? Ik begrijp het niet. Wil er nog weglopen voor hem? Misschien is het een valstrik, de zoveelste. Misschien doet hij het uitvarken, maar dat 's nachts dus overdag slaapt. Dan springt hij straks op als een gorilla. Die achterdochtigheid heb ik van hem gekregen. Wie weet is hij echt zo geworden. Zo rustig, belangstellend, wijs. Zo ziet hij me gesar, dan is het niet meer nodig. Kent het verschil tussen wat blijft en wat verdwijnt. Dat verschil is duidelijk om maken. Als een echte vader. Dat stomzinnige gefit. Beetje krachteloos schelden op dieren, hokken,
Mensen die er wel plezier beleven. Mijn zoon. Bah. Ik geef hem nog één kans. Eén kans om uit zichzelf te ontdekken dat ik er ook niks aan kan doen. En dat heeft niets met onderwerping te maken. Alleen met inzicht. Eén gewoon ijsje en één met drie bolletjes. Doet u maar vanille, tutti frutti en pistache. Dat ik ook niet meer dan een vader ben. Met slagroom. Jaap, die van mijn zoon. 23 is hij. Maar wat heeft dat ermee te maken? Ben je dan te oud voor slagroom? Dat hij ook niet eens één keer iets zelf moet doen. Maar merci. Stuur de rekening maar naar mijn zoon. Daar tussen de pinguïns, ziet u wel. Hij lijkt wel een Jan van Gent. Zo, jongen. Daar komt papi met het ijsje. Pak aan. Dankjewel, vader. Wat zei je? Dankjewel, vader. Dan moet jij eens goed luisteren, kereltje. Ik heet papi en geen vader. Begrepen? Giraffe, steek op haken. Tapiers, decenten, hemoes en de altijd een drol onder zich voortslepende casuaris casuaris. Geen dier bleef gespaard of spaarde zichzelf, zoals de olifanten die met hun kop tegen hun betonnen slaaphok beukten. Tegen het vallen van de avond was alles dood, gedood of uitgeput. Behalve de withandgedons, die door hun ijselijk gejank iedereen op een afstand hadden gehouden. En de kameleon, die de vorm van een rode maan had aangenomen. De mensen noemden deze rampzalige dag de openbaring van Jan van Gent. Wat is het verschil tussen mens en dier? Wij hebben het vermogen agressie rationele motieven te geven. Dieren doden uit drift, wij doden uit nadenken. Dat is heel wijs. Er leven op aarde nog maar 2 olifanten. 1 in Afrika en 1 in Azië. En daarna bouwden ze een nieuwe dierentuin. Een betere. Kom maar mee. Papa. Kereltje. Het is mijn schuld. Ja, het is mijn schuld. Ik had een betere zoon moeten zijn. Ik had mijn best moeten doen een echte zoon te zijn, te worden. Je bent slecht getroffen met mij. Ik wist het eigenlijk al voor je geboorte. Maar waarom heb ik toch doorgezegd? Ik had jou je tyrannieke kleinzieligheden veel eerder moeten vergeven. Ik was te koppig, te rancuneus, al bijna voor mijn geboorte. Had ik nog maar de moed gehad jou te laten drensen, jengelen, snotteren. Maar jij kon ook niet anders omdat je moeder en ik te veel ruzie maakten. Al voor je verwekt werd. Daar kon jij toch niks aan doen? Jij bent toch niet meer dan het product van sociaal erfelijke omstandigheden? Er was eventueel wat speelruimte om via wilskracht en karakter nog iets te veranderen. Ook wilskracht en karakter worden sociaal erfelijk bepaald. En in de kiem gesmoord. Je hebt gelijk. Moet vreselijk voor je geweest zijn. Ja. Ja, dat was het ook. En het was jouw schuld. Mijn schuld? Ja. Zoals je daarnet toegaf. Dat het jouw schuld was. Je had gelijk. Nee.